Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Ja, een hele goede avond. Heel hartelijk welkom namens Pakhuis De Zwijger en namens Salto. Bij deze allereerste aflevering van een nieuwe serie, de Metro Mix. Ja, ik kan me voorstellen dat dat begrip nogal tot de verbeelding spreekt. Bij mij wel althans. Niet bij iedereen direct een belletje doet rinkelen. Maar volgens de sprekers hier vanavond aan tafel is het misschien toch wel de toekomst van onze steden. Zou het een oplossing kunnen zijn voor de woningnood? En misschien ook wel ja, een antwoord op allerlei ruimtelijke vraagstukken. Hartelijk welkom jullie allebei aan tafel. U kunt meespreken vanavond. U kunt kijken natuurlijk, dat doet u al, via de website of via Facebook. Maar u kunt ook meepraten. En dat kunt u doen door naar de website te gaan en in te loggen via Zoom. En dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt meepraten via de chat. En dan heeft u vooral contact met de andere kijkers en met de programmamaker. Maar ook via de Q&A kunt u vragen stellen aan de sprekers aan tafel. Doe dat ook vooral. En het is wel handig mocht het een vraag zijn aan een specifiek iemand, zet dat er even bij, want dan weet ik zeker dat de vraag bij de juiste spreker terechtkomt. Ja, de sprekers van vanavond. Allebei stedenbouwkundigen. Daan Zandbelt, jij bent verbonden aan bureau De Zwarte Hond in Rotterdam. En Wouter Veldhuis van bureau Must. En wat jullie misschien wel het meeste verbindt, is dat jullie allebei rijksadviseur zijn of zijn geweest. Jij hebt het stokje overgegeven aan Wouter onlangs. En eigenlijk, naar aanleiding van jouw nalatenschap, naar aanleiding van jouw ambities gaan we het hebben over het verleden, het heden en de toekomst van de stad. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Voordat we gaan beginnen, misschien toch wel even goed dat te bespreken. Rijksadviseur, wat houdt dat nou precies in? Dat is een hele goede vraag. Daar hebben jullie zelf ook geen idee van. Nou, ik denk dat Daan het beste kan beantwoorden, want die heeft het 4 jaar gedaan. Ja, ik ben het nog aan het verkennen wat het precies inhoudt. Je moet het nog een beetje meemaken. Ik heb in ieder geval 4 jaar getraind in hoe je deze vraag moet beantwoorden. Ja. Als rijksadviseur ben je geen onderdeel van het Rijk. Maar wij mogen vanuit de beroepspraktijk komen, dus met een eigen bureau, het Rijk gevraagd en ongevraagd adviseren over ruimtelijke vraagstukken. En eigenlijk niet alleen het Rijk, maar ook al haar partners. Dat gaf in ieder geval mij het excuus om ook met andere zaken te bemoeien. Mm-hmm. En ruimtelijke vraagstukken, dat is ook best wel een breed begrip. En nou, dat doen wij vanuit onze disciplines, architect en stedenbouwkundige. En hoe wij kijken tegen de bebouwde omgeving, maar ook tegen de rol van de overheden daarin. En wat waren de afgelopen jaren dan de projecten waar jij het meest mee hebt bezig gehouden, het meest hard voor hebt gemaakt? Misschien overkoepelend was een soort visie voor Nederland, Panorama Nederland, om het Rijk op te roepen, om wat meer de leiding te nemen in welke kant het op moest met het Rijk, met Nederland. En hoe al die verschillende maatschappelijke vraagstukken waarvoor we staan, als dat nou de woningbouwopgave is, of klimaatverandering, of verduurzaming van de landbouw, hoe die eigenlijk zich tot elkaar verhouden. En ook hoe zich dat verhoudt, al die nieuwe opgaven ten opzichte van het Nederland dat we al hebben. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een hoofdvraagstuk. En daarbinnen heb ik een aantal deelstudies en onderzoeken gedaan naar de verstedelijkingsopgave, waar die metromix een van de onderwerpen was. Ja, want jij hebt dat begrip eigenlijk een beetje geïntroduceerd in Nederland, metromix, waar we het straks over gaan hebben. Ja, Wouter, nu is de beurt aan jou. Ja, gaat het roer helemaal om of ga jij voortborduren op wat Daan al heeft ingezet? Nou, ik ga het roer zeker niet omgooien. Maar op een aantal dingen moet wel versneld worden. Want we beginnen op een point of no return te komen op een aantal onderdelen in Nederland. Maar wat het mooie is van Daan is dat hij ook weer in de traditie van een aantal voorgangers zit. Dus in totaal iets van 16 jaar rijksadviseurschap in Nederland opzitten. En dat is een ontzettend groot goed dat we dat hebben in Nederland. Dus ik ben vooral nu bezig om heel erg goed mijn erfenis
te bekijken en te lezen en te snappen waar iedereen op gekoerst heeft. En ik ontdek ook hele lange draadjes die Daan ook weer doorgepakt heeft, die nog steeds belangrijk zijn. Want zeg maar, ja, ruimtelijke ordening is een soort enorme olietanker die je maar heel langzaam van koers kan veranderen. Maar soms zit je op dat, op dat punt dat het echt nu kan gebeuren. En wat voor dingen staan dan nu op een point of no return? Nou, als het gaat, het is nogal wat. Welke niet? Welke niet, precies. Noem er eens een paar. Nou, het hele denken over hoe we met onze economie omgaan. Hoe we omgaan met gezondheid in het land door de pandemie die op dit moment speelt. Er zijn enorme discussies natuurlijk over voedsel en landbouw in Nederland. Zijn we de producent van de wereld of mogen we zelf ook nog gezond leven in een omgeving waar de landbouw ons voedt? Maar ook voor de stad. Er zijn grote debatten gaande nu over woningtekorten. Maar zijn die nou in de stad of moeten we die juist in grote landelijke regio's gaan realiseren? Er komt een enorme vergrijzing aan. Dat is pas een groot item op NOS daarover. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Maar dat is een enorm breed scala. Dat zijn allemaal onderwerpen waar jullie mee bezighouden. Of proberen jullie wel te focussen op ruimtelijke ordening? Het komt heel veel bij elkaar in de ruimte. Maar je kan niet over ruimte praten zonder eigenlijk over alles te praten. Zo, nou, ga er maar aan staan. Dus eigenlijk van een stedenbouwkundige of een ruimtelijke ordenaar is het specialisme is eigenlijk een beetje een generalisme. Je moet vooral van heel veel zaken een beetje verstand hebben. Want anders mis je gewoon een ingrediënt van het geheel. Ja, en dan mis je misschien ook wel de essentie van waar het eigenlijk over gaat. Ja, en heel kort nog even, want het begrip Rijksbouwmeester kennen denk ik wel een heleboel mensen. Hoe verhoudt die zich tot een Rijksadviseur? Nou, de Rijksbouwmeester die is 200 jaar geleden door Napoleon in het leven geroepen. En dat was in het begin was dat de architect van des konings. Dus die ontwierp paleizen en later ook ministeries. En dat is nog steeds een lang bestaande traditie. Maar rond 2000, toen kreeg de Rijksbouwmeester het eigenlijk zo druk. Die moest zoveel van zoveel dingen thuis zijn. Dat ze dachten, dat moeten we niet bij één persoon zoeken. En toen hebben ze van de Rijksbouwmeester een college gemaakt. Dat zijn uiteindelijk de Rijksbouwmeester Jo Koenen, die droomde daarvan. Die dacht aan 100 hoogleraren. Kreeg hij natuurlijk niet voor elkaar. Dus uiteindelijk werden het er 3. Het werd eigenlijk een architect. Die heeft nog steeds de titel Rijksbouwmeester. Een stedenbouwkundige. Nou, wij zitten in die traditie. En er is ook een landschapsarchitect. Ook een Rijksadviseur voor het landschap. Ja. En dus als team houden jullie bezig met advies, gevraagd, dan wel ongevraagd. Wat is de verhouding? Meer gevraagd, meer ongevraagd advies? Mijn les na 4 jaar is, en dat gelukkig heb ik die redelijk snel kunnen trekken, op basis ook van voorgangers, dat je moet nooit een ongevraagd advies uitbrengen. Dus de hoofd van onze adviezen bestond uit uitgelokte vragen. Oh ja, ja. Je zorgde ervoor dat er om een advies werd gevraagd. Ja. Nou, dat is dan ook een hele wijze les waarschijnlijk aan het volgende college. We gaan het vanavond natuurlijk vooral hebben over de toekomst van de steden. Jullie, ik kan me zo voorstellen, hebben al je hele werkzame leven jullie daarmee bezig gehouden. Bestuderen, analyseren, nadenken over steden. Ik ben wel benieuwd hoe jullie kijken naar het functioneren van een stad. Jullie hebben geloof ik allebei wel een soort analogie om er naar te kijken. Voordat we het daarover hebben, hebben we een kort filmpje. Wolves are steeped in legends throughout history. The predator's powerful nature, piercing looks, and spine-tingling howls continue to inspire both adoration and controversy around the world. Ja. Tja, beelden van een wolf in actie is niet het eerste waar je aan denkt als je denkt aan stedenbouwkunde. Wat is de link? Ja, de link die ik zie met zo'n wolf is dat we heel trots erop zijn als we weer een ecologie hebben waar de wolf ook in kan gedijen. Dus je ziet een enorme optimisme en blijdschap nu de wolf ook weer via Duitsland naar Nederland komt. En dat is een teken dat we een ecosysteem hebben waar zoveel voeding en stevige basis in zit dat die wolf er ook in kan gedijen. Zelfs geldt voor de zeearend, bijvoorbeeld in de Flevopol. Dus dat vinden we fantastisch dat die er is. Maar tegelijkertijd zijn het hele enge beesten. Ze vragen heel veel territorium en ze bijten ook terug. Ja. Dus we hebben ook een neiging om ze af te schieten en onszelf tegen te beschermen.
En het merkwaardige is dus dat ook in de ruimtelijke ordening je eenzelfde analogie kan denken in een piramide. Waarbij een gezonde samenleving uiteindelijk leidt tot een aantal topfuncties waar je heel zuinig op moet zijn. En soms zijn ze heel vriendelijk. Dus bijvoorbeeld een heel erg mooie binnenstad waar iedereen heel erg gelukkig van wordt. Maar die alleen maar kan draaien omdat er miljoenen mensen van genieten. Omdat die mooie binnenstad er is. Maar soms zijn ze bijten ze ook terug. Dus je hebt ook een grote energiecentrale nodig. Of windmolens nodig om de energie te krijgen. En dat vinden we lelijk. Dus we strijden ook enorm vaak in de ruimtelijke ordening tegen die grote roofdieren. Mm-hmm. Zoals die wolf. Terwijl ze heel hard nodig hebben om ons hele systeem gezond te houden en te krijgen. En ik merkte met name in de afgelopen jaren met de discussie over grote industrie. Dat het heel makkelijk is om te zeggen, industrie moet weg, want die is vies en ongezond. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zitten daar inmiddels een soort reservaten omheen die industrie moeten beschermen. En er zijn nogal wat ruimtelijke ordenaars die heel enthousiast al die hekken openknippen. Mm-hmm. En zeggen, we moeten daar gaan bouwen, want die reservaten die zijn van ons. Die grote roofdieren hebben we niet meer nodig, die zijn gevaarlijk. Mm-hmm. Maar zo eenvoudig is het niet, want als je een goede hotel branche hebt in de stad, dan moet je ook lakenwasserijen hebben in de stad. En die geven stank. Je moet een bakkerij hebben om brood te eten. Heel veel dingen waar mensen last van hebben, die we wel nodig hebben. En je ziet het, de spanning heel erg zitten in de binnenstad, hier bijvoorbeeld in Amsterdam, waar dan een ijssalonfabriek de stad moet verlaten, omdat de bewoners wel het ijsje willen eten, maar niet meer willen dat het ijs bij hun benedenburen wordt gemaakt. En jij zegt eigenlijk, dat kan niet. Om een stad te laten functioneren heb je een soort balans nodig in die voetenpyramide, in dat ecosysteem. Ja, je moet niet alles als hinder zien in die zin. Nog de Amsterdamse worsten die gerookt zijn heel bekend. Maar er zijn bijna geen plekken meer waar je ook worsten kan roken in de stad bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is ook zoiets, omdat niemand meer wil dat er een worst gerookt wordt. Maar waarom niet gewoon dan lekker buiten de stad? Ja, lijkt me ook fijn. Nou, jij bent er nu een reservaat aan het oprichten, precies. Ah, dat is wat ruimtelijke ordening is. Dus met elkaar nadenken waar het goed bij elkaar kan, waar het past. Zodat dingen waar je misschien wel last van hebt, toch op een goede manier gezond kunnen functioneren. Net zoals een wolf keurig nu een hekje rondom de Veluwe krijgt. Zodat de schapen veilig zijn en we toch een gezonde voedselpyramide denken te hebben. Ja, denken te hebben. Goede toevoeging. Ja. En daarom, want dit is al een goede metafoor, natuur, ecologie. Jij hebt een advies geschreven, dat heet De noodzaak van tuinieren. Ja, want ik denk dat die metafoor van Wouter, dat die ook eigenlijk, dat we die heel serieus moeten nemen. Dat die, als we die serieuzer nemen, ook letterlijk, dat we dan veel meer inzichten krijgen over onze steden. Dus de mens is gewoon een diersoort. En wij verhouden ons als diersoorten die grotere organismes maken, zoals steden, heel erg aan heel veel natuurwetten. En heel veel overheden en heel veel ruimtelijke ordenaars hebben nogal de neiging om een soort godspositie in te nemen. Dat zij de baas zijn over de stad of zo. En alles is maakbaar. Ja, maar de stad is niet van de gemeente of zo. Of van welke overheid of ruimtelijke ordenaar dan ook. En dan helpt de metafoor van het tuinieren. Want je kan ook niet tegen een bloemetje in je tuin zeggen bloeien of groeien. Of je hebt maar twee instrumenten. Mm-hmm. Snoeien en een beetje sproeien. En ik denk dat dat ook twee hele goede voorbeelden zijn van hoe je als gemeente of als overheid het land en de stad kan besturen. En hoe wij als ruimtelijke ordenaars of stedenbouwkundigen, wat voor instrumentenkoffer we hebben. We hebben eigenlijk dingen om te snoeien. De reservaten om te beschermen. Hier mag het niet of daar mag het wel. Ja. En je kan af en toe kan je wat voeden om te hopen dat iets opbloeit. Maar je kan niemand dwingen om iets te doen. Ja, dat in Nederland in ieder geval niet. En ik snap hem helemaal. Maar kan je met deze beeldspraak ook aankomen bij beleidsmakers? Want het klinkt ook erg. Ja, je hebt in Janneke taal. Dat vond ik wel leuk. Ja, ook als je kan uitleggen dat het ook echt zo werkt. Hè. Dus misschien twee kleine voorbeelden. Een winkel
dat is de etymologie van het woord. Betekent, komt van hoek uit de Duitse winkel. Mm. Dat is de hoek van de straat. Ja, want dan kan je uit vier hoeken, van vier straten, kun je dan klanten trekken. Mm. Dus van als je ergens een winkel moet openen, dan is de hoek is de beste plek. Want dan heb je gewoon de meeste klanten. Ja, zo werkt dat. Elke ondernemer heeft dat vanzelf ontdekt. Uh-huh. Bij mij beneden op kantoor op de hoek met de lijnbaan. Daar zitten, ik zeg altijd, de sneakers intersection. Daar zitten, uh-huh, op elke hoek zitten vier sneakerwinkels. Kennelijk helpt het om bij elkaar te zitten. Want dan komen ze klanten die geïnteresseerd zijn om sneakers te kopen. Die kunnen uit vier winkels kiezen. Dan verkopen ze meer dan als ze in hun eentje daar zitten. Mm-hmm. Dat zijn een soort natuurwetten. Dat heeft niemand bedacht. Heeft niemand geordend. Dat is gewoon zo ontstaan. Maar en hoe vergelijk je dan met de tuinieren? Nou, dat is net als in je tuin. Dus je hebt wel... De straat is aangelegd en de winkelruimte is bedacht. Jij hebt een border bedacht en waar het gazon is. Mm-hmm. Je hebt misschien wat gezaaid. Maar toevallig in die ene hoek waar de zon staat, daar... Weet ik veel. Ben niet zo'n goede tuinier. Daar komen de Afrikaantjes op of weet ik veel. Ja, het kan altijd af en toe heel erg niet gaan zoals je zelf wil. En dan moet je dan volgens mij vrede mee hebben. Ja. Maar dus eigenlijk als je deze beelden samenvoegt, het gaat dus eigenlijk over je grijpt in, maar laat het ook zelf groeien om uiteindelijk een soort balans te krijgen. Je stuurt zonder dat je echt de touwtjes in handen hebt. Dat is een soort de truc. Maar je kan het wel heel makkelijk fout doen. Hè? Dus ik moet meteen denken vanwege die hoek dat ik van de week langs een nieuwbouwproject kwam, waarbij op de hoek op het zuidoosten aan de straat de fietsenstalling zit. Daar zal dus nooit meer wat leuks gebeuren. Nee, het is de mooiste plek van het gebouw. Dus daar had eerder ingegrepen moeten worden of daar is te veel ingegrepen? Het zijn hele goede architecten, een slimme ontwikkelaar en de beste stedenbouwkundigen zijn erbij betrokken. Maar toch is zeg maar die basisprincipes dat je bij tuinieren altijd op die condities goed moet letten. Je wil graag in een bepaalde plant ergens laten bloeien, maar als het niet de juiste condities zijn, dan bloeit die niet. Ja, nee. Ja. En dan kan je wel ergens anders neerzetten. Je moet toch die hoekjes waar de zon net schijnt of waar net een mooie balans is tussen vochtigheid en een beetje luwte, niet te veel wind. En dat is de hoek in een stedenbouwkundig plan. Ja. Daar moet je heel zuinig op zijn. En dat lukt dus toch niet. Nee, want als je ook kijkt naar de geschiedenis, er zijn natuurlijk een heleboel visies geweest van jullie voorgangers. Een stad groeit. Er is dan weer de ene visie, dan weer de andere visie. En op een dag is de stad wat hij nu is. En we hebben in Nederland volgens mij best wel de neiging om heel veel te willen plannen, te willen organiseren, alle problemen te willen uitsluiten. Maar dat gaat nou eenmaal niet. Zouden jullie eens een soort historisch perspectief kunnen geven van hoe de steden zijn geworden tot wat ze nu zijn? Laten we zeggen vanaf de middeleeuwen tot nu. Tja, grote vraag, hè? Daarom zitten we hier. Ja, ik zou zeggen dat het uiteindelijk begon met een functionele en een culturele component. Dus de functionele is dat het toch iets is van een kruispunt waar verschillende stromen bij elkaar komen. En waar een aanleiding is voor handel. Mm-hmm. Dat is echt het kruispunt van wegen waar de marktplaats ontstaat. Maar de culturele component is dat er ook altijd iets aanhangt van iets van de mystiek van een plek. Er is een bijzondere gebeurtenis geweest. Dat is het verhaal van Amsterdam, hè, dat hier een engel is verschenen. Mm-hmm. Of het is een mooie plek die precies op de kruising van een paar landschappen ligt. Het zijn vaak ook plekken met een bepaalde betekenis waar wij een culturele waarde aan hechten. En dat zijn dan de plekken waar genoeg, zoals Daan het zegt, eigenlijk genoeg vruchtbare grond is. Mm-hmm. Zaadjes zijn om tot bloei te komen. Dus dat, zo kan je de middeleeuwen lezen als een kruispunt van wegen met betekenis waar uiteindelijk een stad omheen is gegroeid. Ja. Zo zou ik beginnen met de geschiedenis van de stad. Ja, en volgens mij onderschrijf ik dat. En je ziet wat mij betreft ook dat, je zag het net al boven de plaatjes van die voedselpyramide staan, maar dat ecologie is ook economie. Dus wat wij economie noemen in ons menselijk bestaan, mm-hmm, dat is heel vaak de logica achter steden. Maar dat is ook heel vaak de ecologische logica vanuit een systeem. Ik studeerde ooit in Chicago. En dan verplaats je even in een andere stad. Kom je in een andere wereld. Ga je op een andere manier terugkijken naar je eigen wereld.
En ik leerde over de geschiedenis van Chicago dat dat zo'n hele simpele logica had. Dat was eigenlijk de ideale plek vanuit geologica. Het was eigenlijk de plek waar je helemaal vanuit New York naartoe kon varen over de grote meren. Maar die wel zuidelijk genoeg was dat er in de winter geen ijs lag. Mm-hmm. En inderdaad, het was iets bijzonders. Er was een speculatie dat je maar een kanaal van 10 kilometer hoefde te graven. En dan zat je ook nog op het Mississippi rivierenstelsel. Had je dus nog een veel groter land. Nou, daardoor wilden een paar rijke New Yorkers wel geld investeren. En alleen op die speculatie is die hele stad ontstaan. En die werd dus het handelsknooppunt tussen dat vruchtbare achterland van de Mississippi en de steden Boston en New York. En al na 30 jaar stad bouwen konden mensen in Boston steaks eten die ergens waren opgegroeid op de Texas steppes en werd geslacht in Chicago. En er hoorden inderdaad ook een aantal uitvindingen bij. Dus het was niet alleen die plek, logica van het systeem. Maar ze bevonden bijvoorbeeld de refrigerator car uit. Gewoon de koelwagon. Hè? Dus dan kon je dat beest slachten, maar dan kreeg je hem ook vers op het bordje in Boston. Dan hebben we het niet over de middeleeuwen, maar... Nee, dus dat is dan de 19e eeuw was dat. Ja. Maar zo zie je dat dit soort... dat is even een heel mooi voorbeeld van zo'n stad die uit het niets begon in de 19e eeuw. Maar dat geldt voor al die steden, Londen en Parijs, of welke stad je ook maar bedenkt. Die hebben allemaal dat soort oorsprong. En natuurlijk in hun tijdgeest een andere actieradio. Dus het is eigenlijk gewoon een soort een bepaald aantal voorwaardes waar een plek aan moet... Ja, dus heel vaak is het ook op de grens van land en water, op een goed doorwaadbare plek. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval 3/4 van je steden wel te pakken. Ja. En als je dan kijkt vervolgens naar de Nederlandse steden. Er is natuurlijk op een gegeven moment was het heel erg zo, zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat er heel erg op functionaliteit werd ingedeeld. Ja. Klopt dat? Nou, misschien dan nog even één tussenstapje. Mm-hmm. Want in die 19e eeuw toen brak de industrialisatie uit. En heel lang waren die steden nooit heel groot. En toen opeens, dankzij de industrialisatie, was er heel veel arbeid nodig. En was er heel veel werk beschikbaar. En trokken heel veel mensen massaal naar de stad. Eigenlijk een groot succes. Mm-hmm. Maar die stad, eigenlijk was de metropool was eigenlijk een bijproduct van die industrialisatie. Dat was helemaal geen doel op zich. Dat ontstond. En dat ging eigenlijk verschrikkelijk mis. Want die steden waren eigenlijk ziekmakend. Waren hele slechte woonomstandigheden. Dus dat was economisch een succes. Maar daarna... En toen kregen we inderdaad dit soort plaatjes in de jaren 20. En die vonden die middeleeuwse stad... En dat was allemaal maar chaos. Dat was niet gepland en niet bedacht. En we hebben nu een stad nodig waarbij we... Ja, de kwetsbare functies zoals het wonen en de gezondheid van mensen en de volkshuisvesting, die moesten een eigen plek krijgen. En daarop kwam het modernisme. Die bedachten dus inderdaad de functionele stad. Dat wonen apart moest worden gelegd van het ziekmakende en stinkende en gevaarlijke wonen, werken. En niet toevallig was de oprichter van die stichting, van die gedachte, was Van Eesteren. En die had samen met Mondriaan ook De Stijl opgericht. En je ziet wel redelijk wat verwantschap tussen de schilderijen van Mondriaan en de plannen van Eesteren. Ja, en zijn bouwstijl. Maar goed, dus toen was het wonen even helemaal apart van de industrie. Dat moest zo ver mogelijk uit elkaar. Hoe goed was dat idee? Nee, heel goed idee. Want anders ging je op je 30ste dood aan allemaal enge ziektes. Dus achteraf gezien is het makkelijk praten. Net zoals het voor hun makkelijk praten was dat die middeleeuwse stad een mislukking was. Ja. Want die was ook een heel goed idee op dat moment. En die was trouwens ook gepland. Hè? Want daar liep ook gewoon een ridder. Die moest met zijn lans op zijn paard door een steeg kunnen. En anders was de steeg niet breed genoeg. Want hij moest wel kunnen handhaven en tol kunnen heffen. En die middeleeuwse stad was een heel goed idee omdat die veilig was. Hè? Terwijl buiten was het niet veilig, buiten de stadsmuur. Dus burgerrecht was het grootste goed wat je kon halen. Hè? Als je in de stad een gilde mocht uitoefenen, dan had je het gemaakt. En buiten de muren lagen de leprozen tegen de muren aan. Dus elke tijd heeft een goede oplossing. Ja. Dus ook die... En het mooie blijf ik vinden van Van Eesteren. Ik ben ook een enorme fan van Van Eesteren, omdat ik in zijn grootste gedachtegoed ben opgegroeid. Maar Van Eesteren wilde echt dezelfde schoonheid maken als de grachtengordel van Amsterdam. Dat staat ook letterlijk. We gaan weer zoiets groots maken. Weer zoiets moois. Weer zoiets eeuwigs. Alleen deze keer op een moderne manier, die wel gezond is. En als je nu kijkt, zie je dat de samenleving weer zo enorm veranderd is. Is dat we dat weer opnieuw moeten herijken. Ja. Dus dat, daar zijn we heel hard mee bezig al. Ja. Dus, voordat we het over nu gaan hebben, we hebben ook nog een filmfragment van de tijd van Van Eesteren, als ik het niet vergis.
Around the Amsterdam of bygone days arise new garden suburbs. A town with space. Space to live in. Space for traffic. And space for recreation. According to well-considered plans, a new Amsterdam is taking shape. New in all respects. This film shows you Amsterdam West. Certainly it is not quite the Amsterdam we all know, with its kind and familiar atmosphere. This is a town of tomorrow's world. Unlike modern towns, the New Amsterdam is not a concrete jungle. The buildings are not all many stories high. Some are low, giving a feeling of openness. The young will feel at home here. Thus, Amsterdam builds a bridge to the future. But still, the old town is within easy reach. Ja, Amsterdam West. Not the kind and familiar Amsterdam we know. Ja. Dit was toen echt het. Je van het. Ja. Maar niet helemaal gebleken, toch, uiteindelijk? Nou, ik denk nog steeds dat het je van het is. Ja? Ja? Jij bent echt een geboren naar Amsterdam Nieuw-West, hè? Ja, maar sowieso. Kijk, ik vind in het algemeen is de stad, zeg maar, gewoon de grootste creatie die de mens ooit heeft gemaakt, hè? Dus ongeacht of het nou Chicago is, of Amsterdam, Centrum of Nieuw-West, of noemen ze Rotterdam-Zuid. Allemaal plekken die allemaal stuk voor stuk met de beste en mooiste bedoelingen zijn gemaakt. Het is eigenlijk geen kwade opzet bij al die planners geweest. Alleen als je nu terugkijkt, dan krijgen dingen een andere betekenis. Maar als we het hebben over dat Nieuw-West op dit moment... als het gaat over de economische kracht of gaat over de sociale weerbaarheid van de bewoners, dan doet Amsterdam Nieuw-West het niet zo goed. Maar de vraag is of dat aan de structuur van de stad ligt, of dat het vooral gaat over een sociaal-economisch probleem wat je met elkaar moet aanpakken. En ik denk dat wij als stedenbouwkundigen misschien vaak iets te makkelijk samen met investeerders en politici grijpen naar de sloophamer. Mm-hmm. Om een fysieke maatregel te nemen om een sociaal probleem op te lossen. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag met Nieuw-West. Dat gebeurt trouwens al 20 jaar heel hard. En er worden fantastische dingen gedaan. Maar die structuur is eigenlijk heel goed. Net zo goed als je ook niet met elkaar gaat spreken over een debat voeren over... zullen de Herengracht eens dempen? Want die vriest nooit meer dicht tegenwoordig. Nee, die is gewoon van evidente schoonheid. Net zoals de Slotenplas van evidente schoonheid is. Of de Kralingse Plas in Rotterdam. Dus het zijn allemaal hele grootse stedenbouwkundige ingrepen. Waar eigenlijk elke samenleving op een hele mooie manier oppast. Dus ja. Ik zou zeggen, laten we vooral kijken hoe we die hardware weer kunnen versleutelen. Maar hem zeker niet weggooien. Dus het is tuinieren, het is repareren. Maar nooit opnieuw beginnen. Nee. En dat deed Van Eester dus ook niet. Hè? Dus dat is de kritiek die hij krijgt. Tabula rasa. Jij veegt alles weg om opnieuw te beginnen. Maar hij heeft een stadsdeel gemaakt, dat stond ook in het filmpje, heel goed vastzit aan de binnenstad van Amsterdam. Dus hij heeft eigenlijk de binnenstad uitgerold in plaats van een nieuw town gemaakt. Ja. Dus hij heeft heel erg geprobeerd een stuk Amsterdam te maken. En ik denk dat heel erg gelukt is. En als we dan even naar het heden gaan, 2021. Er is behoorlijke woningnood. Wat zijn de uitdagingen waar we nu voor staan? Nou, ik ben het helemaal eens met Wouter over die... dat ieder tijdsgewricht zijn eigen goede stad had. En dat zullen wij nu ook weer gaan doen. En ons vak is dus best wel een traag vak. En het is dus moeilijk om te zien in die bestaande stad... Wat is eigenlijk permanent en wat kun je ook wel eens wijzigen? En ik,
de grote kwesties waar we nu voor staan, daar hebben we het net al even over gehad, waar wij als Rijksadviseurs ons mee bemoeien. Dus we moeten heel veel woningen bouwen. We willen ook dat de samenleving een beetje sociaal samenhangt. Dat mensen gezond en plezierig oud kunnen worden. Dat de economie verduurzaamt. Dat we niet van onze sokken worden afgereden door auto's. En dat gaat niet alleen maar over dat we dat moeten doen in de nieuwe buurten. Dus dat we een miljoen woningen fantastisch maken. Nee, dat is ook een enorme investeringsmotor. Hè? Dus een woning kost tegenwoordig, wat is het, 350.000 euro geloof ik. Dat is dus niet alleen een object, dat kun je ook investeren in die bestaande stad. En ik denk dat de vraag is hoe we nieuwe lagen kunnen toevoegen aan Nieuw-West of aan andere delen van de stad, om die nog sterker te maken, maar ook te helpen bij de kwesties waar zij mee worstelen. Of dat nou klimaatadaptatie is, dus dat meer piekbuien kunnen opvangen, of dat meer mensen kans op werk krijgen, of dat meer kansengelijkheid om je te ontwikkelen in het leven via opleidingen en werk en voorzieningen. Dat verschilt per wijk, maar daar staan we voor, volgens mij. Ja. En jij hebt dus in jouw tijd als Rijksadviseur het begrip metromix geïntroduceerd. Ja, ja. Waar kwam het vandaan? Vanuit twee dingen. Dus allereerst was het natuurlijk in de tijd van Van Eesteren, waar Van Eesteren even een beetje kop van jut. Wouter heeft helemaal gelijk met alle nuanceringen. Maar Van Eesteren stond wel symbool voor de functiescheiding. Mm-hmm. En dat was inderdaad in die tijd ook heel nuttig. En eigenlijk zijn alleen de vooroorlogse delen van onze steden, die zijn misschien nog een beetje gemengd. Ja. Maar waar werk 100 jaar geleden heel gevaarlijk is werk heel erg geëvolueerd. En een deel zit nog steeds in die reservaten omdat het tijgers zijn of boze wolven. Maar heel veel werk is gewoon makke schaapjes geworden. Die past prima in een woonstraat. En het is kleiner geworden, het is minder gevaarlijk geworden. Dus er is veel meer vraag en behoefte om wonen en werken te mengen, dichter bij elkaar te brengen. En dat kan stukken van onze stad ook wel aantrekkelijk te maken. En dit was dit advies over de metromix was echt een gevraagd advies. En de G5, de grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, die werken samen en die vroegen zich eigenlijk af of zo'n gemengd milieu iets zou kunnen toevoegen aan Nederland. En dus dat ging niet zomaar om een gemengd milieu, maar echt om die top van die piramide. En dat is iets wat we in Nederland, daar hebben we het ook even toch nog weer in de geschiedenis. Nederland heeft altijd gestreden tegen een metropoolvorming. Tegen één hele grote hoofdstad. Als Amsterdam een Noordzeekanaal kreeg, dan moest Rotterdam een nieuwe waterweg. En dan kreeg Harlingen ook een zeehaven. Om maar een soort verdeel en heers te zorgen dat niet één stad dominant zou worden die alle macht van het land zou grijpen. En dat heeft ons altijd een beetje schuw gemaakt. In mijn ogen zijn wij een hele grote stad. Dus Nederland is misschien wel één grote stad. Misschien wel met België erbij. Er wonen 50 miljoen inwoners. Maar we zijn nooit zo grootstedelijk als Londen of Parijs. Daar heb je een veel hogere dichtheid. Dus als je groot New York, als je dat op Nederland plakt, past dat makkelijk. Daar wonen 22 miljoen mensen. Zou je dan pleiten om van heel Nederland hoogstedelijk gebied te maken? Nee, want dat is dus het naïeve. Wij denken dan, hè, groot New York, dat zijn overal wolkenkrabbers. Kijk even op dit plaatje. Dat grote zwarte vlak, daar wonen 22 miljoen mensen. Maar alleen het lichtgrijze middendeel, dat is Manhattan. Daar staan niet alleen maar wolkenkrabbers, maar daar staan een paar wolkenkrabbers. En dat zwarte vlak, dat is Soprano Land, dat zijn allemaal suburbs en grote dozen en een keer een mooie universiteit. Dus je hebt maar een heel klein topje van die voedselpyramide, waar die wolkenkrabbers staan en waar die dichtheid is. En dat wordt mogelijk gemaakt door zoiets als wat heel Nederland is. En ik denk dat die metromix ook zoiets kan zijn in de centra van die grotere steden. Af en toe wat meer hoge dichtheid en dus ook een menging van wonen en werken. En dat kan Nederland, zoals die wolf, zoals die otter in deze piramide, Nederland wat extra's brengen. Ja, zou je wel zeggen, oké, dus mengen, hogere dichtheid. Daar heb je niet een soort enorm vernieuwend plan bij nodig. Wat is dan hetgeen aan de metromix dat het nieuw, vernieuwend en uniek maakt? Ik weet ook niet of het per se heel vernieuwend is. Het is weer even allerlei inzichten die we misschien vroeger al lang hadden, naar deze tijd vertaald en ook met elkaar in verband gebracht. Dus de invloed van de functionele stad is niet alleen ruimtelijk. Hè? Dus we hebben niet alleen woonwijken en bedrijventerreinen en andere. We hebben het ook helemaal in onze ambtelijke apparaten verwerkt. Hè? Je hebt een afdeling wonen, een afdeling verkeer, een afdeling economie. Dus die werken eigenlijk niet samen. Het zijn allemaal verschillende sectoren. En ook onze wet en regelgeving hebben we zo ingesteld. Dus we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt om te mengen. Dus dat heeft ermee te maken.
En ik denk dat dit plaatje hierachter gaat over onze economie. Ik denk dat Nederland het beter doet als je meer keuze hebt. Als je meer mensen de vrijheid laat hoe ze willen wonen, hoe ze willen werken, hoe ze zich vervoeren. En heel veel andere steden in de wereld die hebben die keuze om ook in zo'n superhoogstedelijke omgeving te wonen. En die heeft Nederland niet. We hebben, al die anderen hebben we wel. Daar bedienen we ook heel veel mensen mee. Dat moeten we ook niet allemaal weghalen. Maar deze niche toevoegen is van waarde voor Nederland. En maar hoe zie je jullie het voor je? Want je zegt van je hoeft er juist niet helemaal nieuwe wijken voor te bouwen. Je kan uitgaan van al bestaande wijken. Maar tegelijkertijd benoem je wel ook het hoogstedelijker maken. Hoe ziet een metromix wijker uit, concreet? Ja, volgens mij ziet het er niet zoveel anders uit dan een plek zoals je graag zou willen hebben. Ik bestrijd het idee dat de metromix zou moeten leiden tot enorme hoogbouwcanyons. Het gaat niet zozeer over enorm veel hoogbouw bij elkaar. Maar het gaat vooral over die mix. En waar het dus wat mij betreft over gaat, is het over plekken waar eigenlijk dag en nacht activiteit is. Waar gewoond, geproduceerd, gerecreëerd en bezocht wordt. Waar allerlei soorten functies door elkaar gaan. En dat is raar. Ja, jij zegt dus niet, dus wat is er nou zo bijzonder aan? Maar als je het in het licht ziet van wat Daan echt zegt over de traditie van functiescheiding die we vanaf de wederopbouw kennen, is dat een enorme herorganisatie van alles zoals we Nederland georganiseerd hebben. En je ziet dat dat heel lastig is. Dus de Zuidas in Amsterdam, dat duurt wel een tijdje voordat dat... Hè, dat ziet eruit als New York, maar het is het niet. Hè? Nee. Dat is toch vooral een kantorenwijk. Het geldt ook voor Kop van Zuid. Hè? Doet Rotterdam al 30 jaar zijn best om daar iets stedelijks van te maken. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk ook binnen onze regelgeving en de manier waarop we werken om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk zelf overigens, dus dan ga ik nog een klein stapje verder. Ik denk dat het sowieso een gezonde houding is voor ook de kleinere gemeenten in Nederland. Zeker. Want ik schrik me echt behoorlijk de leplazers in stadjes waar je ziet waar iedereen gebaat is dat het even compact en gezellig bij elkaar zit allemaal. Waar dan de bedrijven op een troostloos bedrijventerrein zitten. De winkelstraat leeg is omdat er een supermarkt toevallig op de verkeerde plek is gezet. En niet meer gewoond wordt in het binnenstadje. En dan denk je, wat is hier gebeurd? Maar dat is gewoon 50 jaar functiescheiding die er overheen is gegaan. Ja. Dus daar hoeven geen hoogstedelijke milieus te komen. Maar het principe dat je mengt en mixt. Dat gun ik eigenlijk iedere gemeente, ieder dorp. Als een soort nieuw leidmotief voor alle beslissingen die je neemt. Ja, dus inderdaad niet meer denken in een industriegebied, een zakendistrict, een woonwijk. Dat mengt. Ja, en dus als een nieuwe toevoeging. Hè, dus er zijn nog steeds een aandeel van die gevaarlijke dieren. Laat die alsjeblieft in hun kooi. Hè, die wolf die bijt nog steeds. Dus een kerncentrale laten we er alsjeblieft niet naast gaan wonen. Een kassencomplex, een olietanker niet doen. Dat is gewoon nog steeds gevaarlijk en niet fijn om naast te wonen. Maar gemiddeld kantoor en een school, dat kan best. En het lijkt inderdaad heel voor de hand liggend. Maar die milieus zoals ik ze net benoemde, dus niet zozeer die dorpsmilieus, maar die echt grootstedelijke, ja, die hebben we ook niet in Nederland. Dus die kennen we misschien wel uit Manhattan. En voor die metromix hebben we ook letterlijk even Mondriaan gevolgd. Dus van Eester en Mondriaan begonnen de carrière ongeveer gelijk. Maar Mondriaan eindigde in New York op Manhattan. Werd geïnspireerd door de Victory Boogie Woogie, een jazzstijl. En door het leven in Manhattan. Dus wij zijn ook maar eens daar gaan kijken. En natuurlijk is het wereldberoemd in zijn grootstedelijkheid. Maar toen we wat beter gingen kijken, zagen we ook, ja, er zit overal functiemenging. Maar overal is die mix anders. Dus ook op Manhattan zijn er genoeg straten die 's avonds na 10 gewoon rustig en saai en dood en stil zijn. Terwijl om de hoek is het opeens levendig. En zo kwamen we eigenlijk tot een categorisering. Dat er eigenlijk drie milieutjes zijn, zoals een ecosysteem, die elkaar versterken. En dat zijn deze. Je hebt eigenlijk een zone in het midden. Dat is op Manhattan, zijn dat de Noord-Zuid Avenues. Daar is de reuring. Daar is het overdag, 's avonds en in het weekend is het gezellig. Daar zitten vooral veel voorzieningen op de begane grond, in wat noemen wij de plint. En op de verdiepingen, daar wordt gewoond en gewerkt.
En die functies die op de verdieping zitten, die zijn ook gebaat bij die dingen die beneden zitten. Dus die gaan niet gauw klagen van jongens, het is te druk om 11 uur 's avonds op donderdagavond. Nee, dat vinden ze leuk. Maar om de hoek van die straten vind je ook zones met ruis of met rust. Daar vind je dit soort brownstones. En daar kan je aan de buitenkant ook niet van zien of daar nou gewoond wordt, of dat er een kantoor in zit of een school. Dat wisselt ook wel na 20 of 25 jaar. Maar er is ook heel veel ruimte voor klimaatadaptatie en groen. En aan de andere kant zie je ook wat meer industrie in de stad. Want de stad moet ook bediend worden met zijn bakkerijen en met de logistiek. En daar is ook ruimte voor. Dicht bij elkaar wordt ook wel gewoond, maar iets meer bijzondere woonvormen. En zo kan je drie zones aanwijzen die elkaar eigenlijk versterken. Dus dat zou een voorwaarde zijn voor een goed functionerende metromixwijk. Ja. Om die drie elementen naast elkaar eigenlijk... Ja, ik weet niet of je altijd alle drie per se naast elkaar nodig hebt. Maar in ieder geval twee in ieder geval, zou ik zeggen. Ja, ja. Wat je eigenlijk op microniveau is dat weer een soort functionele scheiding. Nee, zie ik dat verkeerd? Want het is dus niet een zonering op basis. Dus we hebben ook iets geleerd uit de tijd van Eester. We hebben zeker niet alles weggegooid. Toen maken ze de zones nog maar één functie in. En nu zeggen we die zone is niet een functie, maar dat is een kwaliteit. Dus de kwaliteit is reuring, of de kwaliteit is rust, of is ruis. Die kan je juridisch vertalen tot een maximaal hinderniveau. Hoeveel geluid of gevaar hoort erbij? En dus in ruis is dat het meest en in rust is dat het minst. Maar het maakt niet uit of daar mag in gewoond worden, mag ook gewerkt in worden, mogen ook voorzieningen. Dus het is niet een functionele scheiding. Ja. Mag een bakker mag gewoon naast een woonhuis zitten, mag gewoon naast een kantoor zitten. Ja. Ja, even jouw metafoor indachtig van de tuinman. Ja. Eigenlijk wordt het dus een tuin waarin je niet moestuintje, rozenperkje, dat. Maar het moet elkaar, wij spreken kruisbestuiven. Maar het klinkt ook als een best wel precaire balans. Want nou, maar je als je het maar vergelijkt net met de tuin, dan is het inderdaad dat je zegt, ik heb een deel en die ga ik altijd, geef ik elke week 10 liter water. Dus daar wordt het wat vochtiger dan normaal. En een ander deel, dat zet ik echt in de zon. En een ander deel zorg ik dat er altijd een beetje schaduw is. Ja, dan ontstaat er vanzelf een vochtige milieu en een zonniger milieu en een schaduwmilieu. Ja. Dan ga ik niet bepalen dat de bloemetjes daar moeten staan en niet hier. Die zoeken eigenlijk zelf op waar ze het lekkerst vinden. Ja, je zaait maar wat en dan zie je het wel waar ze het beste doen. Maar goed, ergens kan ik me voorstellen dat het behoeftes van mensen die gewoon ergens wonen anders zijn dan iemand die een bedrijf runt of een bakker die aanvoer heeft. Dat die behoeftes elkaar wel ergens bijten. Ja, soms wel. Maar volgens mij wat Daan zegt klopt wel. Er zijn heel veel functies tegenwoordig eigenlijk historisch gezien moeilijk te verenigen waren, maar tegenwoordig prima te combineren zijn. En ons hele stelsel is nog steeds ingericht op dat alles niet mengbaar is. Terwijl het kan heel goed. Mm-hmm. En het tweede wat mij opvalt is dat wij nog steeds heel erg directief zijn in wat we waar willen. Dus we blijven maar verlangen dat een rozenstruikje op een tochtige plek in een schaduwgebied gaat groeien. Dat doet een roos niet. Die wil gewoon op een zonnig plekje met enige luwte en een steuntje in de rug kunnen groeien. We laten tot nu toe nog wel heel weinig ruimte aan hoe het ecosysteem zichzelf zou kunnen ontwikkelen. Dus als je het hebt over detailhandelsvisies in Nederland, in Nederlandse steden, waar mogen winkels komen, schrijven wij op de vierkante meter bijna voor wat waar mag. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, eigenlijk weet een ondernemer dat prima zelf. Maar als hij op een pandje een oogje heeft waar het niet mag, van ons als planners, dan kan het ook niet. Terwijl iemand toch kan zeggen, ja, ik denk dat ik daar een heel goed een bakker kan draaien. Met alle oog voor mijn omgeving. Mm-hmm. En dan zeggen wij, nee, mag niet. Want wij hebben bedacht dat jij succesvoller bent. En dan wijzen ze zo'n tochtig vies hoekje aan. Hè? Dus als tuinier gesproken. En dat zorgt dus voor dat, wat ik merk, er ook heel veel ondernemerschap uit de stad wordt weggenomen. Dus mensen die denken, ik wil mijn buurt gewoon beginnen. Mijn broer en ik willen een slagerij beginnen of een groenteboer. Die kunnen nergens een plek vinden, want die zijn zo keurig planologisch toebedeeld. En meer mag het niet worden, want dat kan deze stad niet aan. Terwijl ja, het is zijn probleem als hij een winkeltje krijgt die het niet Maar het vereist ergens ook wel lef van de beleidsmakers, want die moeten het ook dus wat meer... Heel veel lef, maar het grappige is, die beleidsmakers zijn vooral ook nog steeds op dat functionele van vroeger ingesteld. Dat ze op zoek zijn van hoe zorgen we ervoor dat er een HEMA, een Bijenkorf en een blokker in de stad blijven. Mm-hmm. En dan gaan ze hun voedselpyramidetje tekenen.
Dan heb ik dus twee supermarkten nodig. Dan heb ik daaromheen nog een leukere bakker Bart of een andere bakkerij nodig. Ja, dat is nog... Dan heb ik een piramide die helemaal kunstmatig bedacht is. Maar je kan dat zeggen, dat past dus bij die tijd. En dat is inderdaad niet per se een kritiek op Van Eesteren, maar een soort constatering uit die tijd. Dat in die tijd, misschien als je ook naar onze waterbouw kijkt. Lely was toen onze grote man. Mm-hmm. Ja, toen waren we een tijd lang in staat en vonden we dat we de natuur konden temmen. Dus wij konden bepalen hoe het moest. En dan gingen we ook heel ver in. Dat lukte ons ook behoorlijk. Maar we hebben inmiddels ook geleerd met ruimte voor de rivier, bijna overstromingen, grotere piekbuien, dat ons dat niet lukt. En ik denk dat dat ook een tijdperk is waar we nu in zitten. Dat we ontdekken dat de stad is ontembaar. Dus hij bijt, ja, in die end. Ja, dus je kan wel heel lang temmen, maar uiteindelijk lukt je dat niet. En daarom is het, ik denk het heel goed dat die beleidsmaker dus ietsje minder, ietsje relaxter wordt, ietsje minder voorschrijvend. Maar wel duidelijker kan zijn. Hè? Dus van, maakt niet uit wat u doet, maar u mag niet meer hinder maken dan zoveel. Of niet eerder uw vrachtwagen uitladen dan... Dus als beleidsmaker maak je een raamwerk. Veel meer op hoofdlijnen. Dat scheelt ook heel veel bureaucratie. Want je hoeft niet alles oneindig uit te zoeken en af te stemmen. Iets meer op hoofdlijnen. Ja. En dan begreep ik ook dat het veel te maken heeft met nabijheid, toch? We hebben met Almere werd een nieuwe groeikern en zo. Maar dat het weer dichter bij de stad eigenlijk is. Ja, daar hebben we hebben dus zoveel dingen uitgezocht en wetmatigheden van onderzocht. En daar zijn we op een gegeven moment ook een beetje in gaan geloven. En soms iets te letterlijk. Over die steden vanuit de oudheid gesproken. Een stad was altijd de maat van 3 kwartier. Een Romeinse stad was 3 kwartier lopen maximaal groot. Want ja, mensen wilden gewoon niet echt heel veel meer dan een uurtje lopen per dag besteden aan ergens naartoe gaan. Zo zijn we nu ook, hebben we ook Nederland geordend met snelwegen en spoorlijnen. Alleen zijn we dat heel erg gaan richten op woon-werkverkeer. En dat is heel erg ook nog eens een keer voor met name hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd. Die reizen vooral heel ver naar hun werk. Maar daarmee beroof je heel veel andere mensen die waar het systeem niet op is uitgerust. Een 16-jarige die een opleiding wil volgen. Of een bijstandsmoeder die een zorgbaan met een nachtdienst aanneemt. En die kan misschien helemaal niet op het werk komen. Of die 16-jarige scholier kan niet bij een opleiding komen. Want zo hebben we het systeem niet ingericht. En daar helpt nabijheid voor. Als meer mensen hun dagelijks leven dicht bij huis, op een kwartiertje fietsen of zo, of met de auto of met het openbaar vervoer kunnen kiezen, dan wordt dat een afweging. En er zijn iets te veel mensen, onder andere die in Almere wonen, die kunnen niet op hun fiets naar hun werk. Want er is gewoon geen werk binnen fietsafstand. Of te veel te weinig werk. En dat leidt tot sociaal-economische uitsortering en ongenoegen. En dat moeten we niet willen. Ja. Wat misschien toch even voor het idee een beetje een concreet voorbeeld. Hebben jullie een voorbeeld van een wijk of een gebied waarvan jullie zeggen, nou, dat zou bij uitstek geschikt zijn om nu eens die metromix te implementeren, om er mee te gaan testen, bij wijze van spreken? Het wordt ook al wel op veel plekken getest, hoor. Ja. Ja, dus in Utrecht, in Utrecht zijn ze met Merwede-kanaalzone enorm hard bezig om een heel gemengd stedelijk gebied te maken, dicht tegen de binnenstad aan. Amsterdam is bezig met de havenstad, waar ook echt geprobeerd wordt om van een eenzijdig werkgebied nu een heel hoogstedelijk en gemengd gebied te maken. En ik had het pas met iemand over en die zei ook van ja, in de omgevingsvisie wordt havenstad ook echt genoemd als een nieuw stadsdeel. En toen viel ons op dat er eigenlijk helemaal geen stadshart bedacht is in Havenstad. Mm-hmm. Dat een Nieuw-West een stadshart heeft, Noord een stadshart, Zuidoost en de binnenstad. Maar dat Havenstad eigenlijk... Dus daar mag nog wel wat harder over doorgedacht worden. Waar zit nou dat echte, die echte knoop? Ja. Waar is dat Sloterdijk of Minervahaven? Ja, waar zit die? In Den Haag zijn ze heel erg met... dat noemen ze rondom... In de driehoek van de 3 stations bezig. Daar heb ik zelf met bureau de structuurvisie gemaakt. Daar hebben we hem echt toegepast. Dus ook net als in de Merwede-Kanaalzone. Alleen deze mocht ik dan zelf doen. Rondom de stations van Hollandspoor en NOI en Centraal Station van Den Haag. Daar komen eigenlijk zoveel woningen en banen bij. Dat eigenlijk het centrum van Den Haag wordt verdubbeld. En dat biedt ook heel veel kansen, want dan wordt die piramide groter en allerlei wijken krijgen dichterbij huis eigenlijk kans voor opleiding of voor toegang tot openbaar vervoer of tot voorzieningen. Ja. Dat is eigenlijk heel fijn.
Nou, komen de verkiezingen eraan. Het is natuurlijk best wel een groot onderwerp. Het woningtekort, ze zegt tot, nou, dat is het 2040, 1 miljoen woningen erbij. Is dit een concrete oplossing? Komen we hiermee een eind? Nou, het is een onderdeel van de oplossing. Hè. Dus we moeten voorkomen dat we overal alleen maar die menging moeten nastreven. Ik ben het ook helemaal met Wouter eens. Die menging is ook in dorpen enzovoort heel erg van waarde. Wel om een andere reden. Daar moet je niet nationaal economisch succes van verwachten, maar wel de levensvatbaarheid van kernen. Maar de gemiddelde buitenwijk uit de jaren 70 zou ik niet per se tot de functiemenging willen oproepen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het absoluut van waarde is dat je de grote woningbouwopgave mede inzet om dit soort, met name van die oudere industriegebieden, om die tot woon-werkgebieden te maken. Niet alleen maar saaie woonwijken waar de rest van die plaats niks te zoeken heeft, maar plekken die echt een actief bruisend onderdeel zijn van. Als je zeg maar in een casino zit en je hebt dus die 1 miljoen woningen, waar moet je dan je inzet doen? Mm-hmm. En waar denk je dat het rendement het grootste is, gewoon maatschappelijk, als je met die 1 miljoen woningen gaat schuiven? Dan zou ik ze dus inzetten op de bestaande stad. Mm-hmm. Want daar wordt het draagvlak van bestaande winkels groter. Bestaand onderwijs wordt sterker. De bibliotheek kan groter worden. Het zwembad kan dus het komt enorm veel positieve impuls voor alle onderdelen van de stad komen terug op het moment dat je investeert op de plekken waar al dingen zijn. Ja. Je kan er ook voor kiezen om het ergens op een grasveld in te zetten. Mm-hmm. Maar dan is maar de vraag of je het goede grasveld hebt gekozen. Volgens mij zit daar. En dan begin je dus niet aan een bestaande piramide groot te maken. Nee, dan begin je een nieuw piramidetje. Ja. Nou, die is al teleurstellend klein en doet het dan niet zo goed. En die nieuwe woningen, of die verstedelijking, zijn dus echt een enorme investeringsmotor waarmee je die stad sterker kan maken. Nou, is het beste of het makkelijkste om dan in die stad te bouwen, mm-hmm, waar het past? En je noemde net, dat zijn dan met name industriële gebieden eigenlijk, die daar het meest geschikt voor zijn. Ja, je ziet eigenlijk dat bijna alles in onze steden wordt kleiner, behalve het wonen. En dan zie je dus dat die plekken die minder ruimte nodig hebben, dus veel werkgelegenheid wordt gewoon kleiner. Dan, daar ontstaat dus ruimte voor om wonen toe te voegen. Maar we weten ook dat niet al die 1 miljoen woningen in die bestaande stad passen. Maar dan nog kan je nog steeds aan de rand van die bestaande stad die motor inzetten. Hier in Amsterdam is bij de Arena bijvoorbeeld, daar heb je de nieuwe kern. Dat ligt net buiten de stad, nog een beetje in het groen met volkstuinen. Daar kun je ook die bestaande stad van een impuls voorzien. Officieel is dat dan net buiten de stad, maar ligt wel dicht bij de metro en bij heel veel werkgelegenheid. Dus ook dat is nog steeds second best. Ja, dus je kijkt eigenlijk misschien ook gewoon per wijk, wat is er en wat kunnen we er nog aan toevoegen om een soort ideale mix te creëren? Ja, en onder andere bijvoorbeeld die bestaande buurten, die moeten allemaal van het gas af, die moeten allemaal verduurzaamd worden. En het zou wel eens kunnen zijn dat nieuwe woningen daarbij bouwen, dat helpt. Dan maak je bijvoorbeeld een nieuw appartementencomplex en dan laat je, dat verkoop je niet meteen, maar daar laat je mensen per straat even een tijdje naartoe verhuizen, zodat hun straat en hun woningen verduurzaamd kunnen worden. En aan het eind kunnen ze weer terug. En misschien zegt dan een deel ook wel, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet terug. Want dat schuifhuis was eigenlijk best wel een leuk appartementencomplex. Dat is iets nieuws. Ik verkoop mijn huis. Nou, dus dan krijg je weer doorstroming op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt. Ja. Zo kan oud en nieuw elkaar helpen. Ja, Wouter, jij hebt een pleidooi gedaan voor de rechtvaardige stad. Mm-hmm. We hebben een klein fragment over de toeslagaffaire. Laten we er even naar kijken. Jij bent een oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Ze moesten duizenden, tienduizenden en soms 100.000 euro terugbetalen. En niemand hogerop geloofde in hun onschuld. Vooral de Nederlandse staat niet, die er juist is om al zijn burgers te beschermen. Dit heeft mijn leven verwoest. Ja, dit heeft echt mijn leven verwoest, ja. Dit is een van de vele slachtoffers in de kinderopvangtoeslagaffaire. Oftewel de toeslagenaffaire. De reden dat kabinet Rutte 3 is gevallen. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. Ja. Ja, het voelt als een vreemd uitstapje ineens, de toeslagenaffaire. Maar jij ziet een link eigenlijk met ruimtelijke opgaves in Nederland, toch? Ja, nou, het gaat vooral over de verhouding tussen de Rijksoverheid of de overheid in het algemeen ten opzichte van zijn burgers.
En de toeslagenaffaire is een enorm mooi voorbeeld van hoe de overheid eigenlijk steeds meer als een bedrijf is gaan denken. Waarbij de verliezen en de schade zo beperkt mogelijk blijft en de marges op verdiencapaciteit zo groot mogelijk zijn. Mm-hmm. Dus er is continu gestuurd op keiharde criteria, simpele indicatoren waarmee je dan makkelijk mensen kon aanspreken. Jij bent een oplichter, want dit en dat, want we hebben cijfers, zo is het. Maar wat we vergeten zijn bij die toeslagenaffaire en op heel veel andere dingen in de Rijksoverheid, is dat die natuurlijk eerst en vooral het leven is geroepen om de burger te beschermen. En ook in de ruimtelijke ordening geldt dat zo. We zijn in een tijd gekomen waar in de ruimtelijke ordening ook heel veel de macht bij de recht van de sterkste geldt. En dat is tegenwoordig ook vaak niet meer een Nederlandse sterkste, maar dat zijn Chinese investeringsmaatschappijen of Amerikaanse hedge funds die keihard ingrijpen in hoe wij Nederland inrichten. En tegelijkertijd zijn we zeg maar alle voorzieningen die eigenlijk dat vangnet moeten vormen zijn we aan het afbreken. Hè. Dus de sociale huurwoningen staan onder druk. Er is verhuurdersheffing. Omdat we vinden dat de woningcorporaties als markt moeten kunnen opereren. En dat leidt ertoe dat we eigenlijk vergeten zijn waarom het sturen op die ruimtelijke ordening bedoeld is. En dan ik kan het toch geen kwaad om even terug te gaan naar die 100, 120 jaar geleden. Toen er een ding als de woningwet kwamen. Mm-hmm. Dingen kwamen als dat jij het recht hebt op schone lucht. Dat jij het recht hebt op een prettig wandelingetje naar een park. Mm-hmm. Recht hebt op werk of een winkel nabij. Alles waar jij een gezond en fatsoenlijk leven mee kan leiden. Dus het belangrijkste les die ik van die toeslagenaffaire vind is dat wij als ook in de ruimtelijke ordening de Rijksoverheid en de andere overheden weer pal moeten staan voor die burgerrechten. En we dus ook echt die onderkant moeten beschermen waar je nooit doorheen mag zakken. En dat is, vind ik, wel een heel belangrijk ding bij dat denken over dat tuinieren, maar ook over die metromix. Dat kan je ook opvatten als laat de markt maar zijn gang gaan. Mm-hmm. Die vindt zijn eigen weg. Nee, maar zo kan je het opvatten. Dat snap ik. Ja, dat, en, wat ik en dan kan je ook voorstellen dat in bepaalde politieke kringen dat dus heel positief ontvangen wordt. Maar wij zijn eigenlijk op bezoek naar een soort balans tussen aan de ene kant laat nou de dingen werken zoals ze gaan, want het zijn ecologieën. Maar tegelijkertijd zorg dat er altijd een vangnet is waar je nooit onderdoor kan. Dus sta pal voor al die basisvoorwaarden die wij als mensen nodig hebben om gewoon in een gezonde stad te leven. Ja. En dat doen we op dit moment absoluut niet. Ja, ik vind dat ook nog helemaal mee eens met het pleidooi van Wouter. Maar er zitten ook nog twee andere elementen in die ook heel herkenbaar zijn. En dat is, we hebben dingen zo opgedeeld. Dus we kijken alleen maar naar één aspectje nog. We vergeten het grotere plaatje. Mm-hmm. Dat is al heel schadelijk, want het gaat om het grotere plaatje. Dus we hebben het over de 1 miljoen woningen. Terwijl we moeten het hebben over de 8 miljoen woningen die we al hebben. En er komt naast elke achtste komt er eentje bij. En bij die toeslagenaffaire is ook de verantwoordelijkheid is zo opgesplitst. Het Rijk heeft het eigenlijk gedaan. Maar niemand is meer aan te wijzen. Het is gewoon onoplosbaar. En dat is in de ruimtelijke ordening ook zo. Terwijl het Rijk moet gewoon de totaalverantwoordelijkheid nemen. Of de overheden samen. Zij gaan erover en zij moeten dus inderdaad, als die tuinman af en toe zeggen, snoeien tot hier, nu ga je de grens over en ik zet er een knip in. Ja, maar waar dat moment ligt is dat moeilijk. Dat is een politieke vraag. En die durft de politiek nu niet te beantwoorden, want zij doen alsof het de markt is of dat het een natuurverschijnsel is. Maar zij hebben de verantwoordelijkheid als die tuinman om te zorgen dat die tuin er mooi bij ligt. Een anekdote is dat ik een paar jaar geleden met een groep mensen uit de gemeente die allemaal gaan over ruimte in een bus zat. En dat we op een heel lelijk bedrijventrein kwamen. En toen heb ik toch de ongemakkelijke vraag gesteld. Ja, wie is hier verantwoordelijk voor? En met het hand op hun hart kon niemand zeggen dat er iemand verantwoordelijk voor was. Wat toch gek is, want uiteindelijk gingen zij erover. Maar iedereen heeft inderdaad maar zo'n stukje gedaan. Ja. En uiteindelijk heeft iemand ergens een kruisje gezet. Voldoet aan alles. Maar die man die dat kruisje heeft gezet had nooit gedacht van, ja, vind ik het eigenlijk goed of fout? Is het lelijk of niet? Maar ja, alle lijstjes waren afgevinkt. Ja. Dus het kon. Ja. En ik denk dat we weer terug moeten naar, noem maar even een soort kompas van, willen we het ook? Je kan alles oplossen met lijstjes. Maar in die end gaat het natuurlijk om of we het met elkaar willen. Ja, dus, maar als ik nog even inga op wat jij eerder hier zei ook over recht van de sterkste, naar aanleiding ook van dat filmpje over de toeslagenaffaire. Mijn eerste associatie ook met gemengde wijken, waar heel veel goede bedoelingen achter zitten, is toch
gentrification. Dat uiteindelijk, hoe mooi een wijk ook is, dat uiteindelijk natuurlijk toch de, nou ja, de beter bedeelde de wijk overnemen. Hoe voorkom je dat? Nou, hoeft niet. Nee. Dat gebeurt vaak. Maar dat heeft meer mee te maken dat je, zoals in ieder geval de gentrification nu vaak wordt opgepakt, is dat we heel erg stimuleren om andere inkomensgroepen de wijk in te krijgen. Maar we stoppen eigenlijk geen enkele kracht in het zorgen dat de bestaande groepen in die wijk een stap vooruit kunnen maken in die wijk. Dus bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld vind ik in Amsterdam is de Van der Pekstraat, waar zeg maar heel veel geld erbij is gegaan, mm-hmm, om relatief goede mensen het moeilijk te maken met hun ondernemerschap, omdat die gewoon maar een normaal bedrijf hadden, maar voor een doelgroep die de gemeente niet altijd interessant vond op dat moment. En dat er heel veel geld is gestopt in het aantrekken van mensen die even geen huur hoeven te betalen, want die zijn zo interessant en zo creatief en die gaan deze wijk naar een hoger plan brengen. Nou, op zich kan je natuurlijk heel goed bepaalde groepen stimuleren om die wijk in te komen. Maar je moet ook zorgen dat de mensen die er al zitten daarvan mee profiteren. En dat bedoel ik eigenlijk met het vangnet. Mm-hmm. Dat moet je niet loslaten. En het gekke is dat wij in Nederland enorm sterk instrumentarium hebben om te sturen. Mm-hmm. Maar we gebruiken het niet. Nee, want dat is ook wel. Kijk, die gentrification, die term, die komt uit de Anglo-Saxische wereld. Ja. Hè? Die komt uit Amerika, uit Engeland. Het is een heel ander systeem. Hè? Dus wij hebben bijvoorbeeld de sociale woningbouw die al de kwetsbare groepen beschermt. Dus bij ons is er geen wijk die gentrificeert waarbij mensen sociaal uit hun sociale huurwoning kunnen worden gezet. We hebben vooral last van dat middeninkomens eruit worden geslingerd. De eerste onbeschermde groep. Ja. Dus ja, als tuinman moeten we dan dus het systeem tunen. Nou ja, en dat niet. Of het algemeen, los van de huisprijzen, de huurprijzen, dat gewoon de prijzen in het algemeen stijgen. Ja, maar van niet die van de sociale, huurwoningen zijn netjes beschermd. Dit is dus een principieel punt. Ja. Want in de afgelopen 10 jaar is bedongen dat ook woningcorporaties met WOZ zetwaardes moeten rekenen. En daarin worden ze moesten ze weer belasting over afdragen. Het is dus heel merkwaardig dat een woningcorporatie afgerekend wordt op WOZ-waarde. En dat is nou precies waar die toeslagenaffaire over gaat. Je probeert alles op rendementen te gaan berekenen. En als een woningcorporatie ergens voor bedacht is, is om het niet aan de markt te toetsen. Ja, juist. En dat gebeurt nu. Dus dat heet die verhuurdersheffing, mm-hmm, op dit moment. Ja. En dan krijg je ook dat soort rare mechanismen dat iemand gaat roepen, ja, het is toch belachelijk dat in deze dure wijk nog een sociale huurwoning zit. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat moet dus. Ja. Ja. Dat is de essentie van het stelsel wat we hebben. En wat je nu ziet is, ja, je mag dat begrip eigenlijk niet meer gebruiken volgens ingewijden, maar je krijgt in de steden pockets of poverty, waar zeg maar het corporatiebezit consolideert, mm-hmm, op plekken waar de vastgoedwaarde laag is, waar je dus relatief goedkoop woningen kan verhuren. En dat is weer zo'n voorbeeld van Pennywise Pound Foolish. Dat lijkt dan even voordelig, dat lijkt dan goedkoop, dat lijkt slim. Maar uiteindelijk krijg je dan bijvoorbeeld een Rotterdam-Zuid, een grote concentratie in ecologische termen, een monocultuur van heel veel mensen in eenzelfde soort kwetsbare groep. En daar krijg je allemaal negatieve uitwassen van. Dat is voor die groep heel vervelend, maar voor de maatschappij ook heel duur. Ja, ik moet helaas afronden. Dit is natuurlijk ook een onderwerp waar we nog heel lang over door zouden kunnen praten. Maar de tijd zit er al ruimschoots op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst vanavond. We praten over dit onderwerp nog wel door. Overigens, volgende week gaan we het hebben over hoe hou je reuring in de stad. En de week daarna gaan we het hebben over internationale voorbeelden. We hebben het eigenlijk vandaag al een beetje aangeraakt, maar internationale voorbeelden van de Metromix. Ik wens jullie een goede reis naar huis. Bedankt voor jullie komst. Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Dankjewel. Thank you.